Ja, hier is natuurlijk Fishy weer en goede middag, zeg ik in ieder geval tegen iedereen. Goedemiddag, het is een rare dag natuurlijk, want ja, ik denk, ik maak deze commentary in navolging zeg maar, van gisteren. Zoals jullie weten, gisteren is er een terroristische aanslag geweest in Parijs, Frankrijk natuurlijk. En ja, allereerst wil ik natuurlijk zeggen dat het gewoon heel erg is wat er daar gebeurd is. Mijn medeleven in ieder geval aan de mensen daar natuurlijk. En ja, hoe nu reageren daar weer op? Want ja, daar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben. En terrorisme in het algemeen. Ik wilde eigenlijk al zoiets van de week gaan opnemen. Of eigenlijk een paar weken geleden wilde ik al zoiets gaan opnemen. Ik denk van ja, ik wil toch wel over soms wat over dingen hebben op mijn kanaal. Waarbij ik wat ik vind, wat ik als oudere persoon, zou ik zo zeggen, waar ik best wel een bepaalde mening over kan hebben natuurlijk. Want ja, alles wat ik in deze video ga zeggen is natuurlijk gewoon mijn mening, zou ik zo zeggen. En ik hoop dat jullie daarvoor respect hebben. Ik heb ook respect voor jullie mening, dus laat gewoon vooral natuurlijk jullie mening achter bij de comments na deze video te bekeken hebben. Want ja, dan misschien dat je je mening aangepast hebt aan mij, snap je, dat ik toch iets met bepaalde argumenten kom. Dat je denkt van, hé, dat is toch wel, daar heb ik Christel eigenlijk wel een beetje gelijk in. Allereerst natuurlijk, nogmaals, het is verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. En ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel dingen meegemaakt qua terrorisme natuurlijk. Het begon natuurlijk eigenlijk, als ik eerlijk ben, ja, hè, als ik nu zeg waar begon eigenlijk alle ellende. Dan komt toch wel weer uit op 11 september natuurlijk. Waarbij duizenden mensen het leven hebben gelaten natuurlijk door ja, een paar debielen, zal ik het zo zeggen. En natuurlijk gisteren waren het ook natuurlijk weer een paar debielen. En ja, terrorisme is iets wat heel erg moeilijk te bestrijden is. En ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik hoop echt dat er een oplossing voor gevonden wordt. Al denk ik niet dat het echt in de komende periode gevonden wordt, omdat ja, terroristen die hoeven maar één klein dingetje te doen en iedereen is eigenlijk al bang. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook al, als bijvoorbeeld iemand een pakketje legt op een pakketje achterlaat op het treinstation, dan is er eigenlijk met mega paniek is daarover. Omdat ze denken dat er meteen een bom in zit en zo. En wat natuurlijk 999 keer van die duizenden keer natuurlijk ja, niet erin zit. Gelukkig natuurlijk. Maar ja, dat moet wel gecontroleerd worden, want je weet maar nooit natuurlijk, die ene promiel of 1% waarbij je dal in zit, hè, het zal maar gebeuren. Ja, dat is gewoon heel erg lastig op dit moment. En in dat geval zijn de terroristen staan zeg maar 1-0 voor tegen ons. En als je zou zeggen, het klinkt een beetje kroemd, zeg maar, het is een wedstrijd zeg maar, tussen hun, de terroristen en ons, zeg maar, de westerse samenleving, zal ik het zo maar zeggen. Of de normale mensen in de wereld. Dan staat het 1-0 voor terrorisme. Omdat ja, zij hebben eigenlijk hun doel al bereikt. En dat is namelijk paniek zaaien en onrust zaaien tussen de mensen. Dus in dat geval denk ik dat het heel erg lastig is natuurlijk. Nou, we hebben het natuurlijk allemaal afgelopen tijd natuurlijk over de ISIS en zo en dat soort dingen. En je weet ik wel wat voor allemaal groeperingen zijn. Al-Qaeda heb je natuurlijk als bekende en zo. Wat kan je daar doen? Ik denk, er is eigenlijk maar één. In mijn ogen kan je maar één ding doen met dat soort mensen. En dat is ja, letterlijk gewoon echt opzoeken en gewoon echt vernietigen. Letterlijk. En wat ik zou willen zien, hè, wat bijvoorbeeld Amerika doet of Europa in ieder geval, samenwerken om echt terrorisme uit de wereld te helpen. In ieder geval een afschrikmethode te creëren, zeg maar. Dat, hè, zodra jullie iets doen, dan gebeurt er dit. En ja, dat klinkt een beetje ouderwets en zo, als vechten met elkaar. Maar ja, dat doen zij ook natuurlijk. Hè. Dat is hun ja, manier van oorlogvoering. Hè. Paniek. Terroriseren. Ja. Wat ik zou willen zien is in ieder geval is gewoon dat ze gewoon, als zodra zoiets als dit gebeurt, meteen die hele organisatie wordt opgespoord en ze gewoon massaal dat land binnenvallen voor mijn part. En ook die regering die moet ook natuurlijk gewoon samenwerken, want die houden wel terroristen in hun land, zeg maar. Dus ik vind gewoon hè, dat gewoon
zo'n land zich eigen moet openstellen voor hulp. Zodat al die groeperingen weggehaald kan worden. En natuurlijk zullen daar heel veel mensen de dood vinden die dat niet verdienen natuurlijk. En dat is zo. Maar ja, andersom moet je het ook zo zien. Gaat een vliegtuig aan de BTC en er zijn 3000 mensen dood. Gisteren, de aanslagen gisteren, ook 130 mensen dood. We hebben nog Madrid hebben we ook nog gehad tussendoor. Hè? Trouwens, in navolging eigenlijk van 11 september. De aanslagen in Madrid. Ook geloof ik een paar honderd mensen het leven gekost. En ja, ik denk dat dit voorlopig wel zo door blijft gaan. Aangezien we eigenlijk als, denk ik, als westerse samenleving eigenlijk daar heel erg weinig aan doen. En eigenlijk zo denken van ja, het is erg wat er gebeurd is, weet je. En we moeten het oplossen en het mag niet meer gebeuren. En nu gaan we alles beter beveiligen en zo. Maar ja, dan gaat het een paar maanden goed. En dan langzamerhand gaat het een beetje verslapt dat, zeg maar. En ja, dan krijgen we weer zo'n aanslag als gisteren natuurlijk, wat echt... echt heel erg is natuurlijk. En ik kan me niet voorstellen wat die mensen hebben meegemaakt op het moment dat zij daar zitten, bijvoorbeeld in die zaal. En er komen een paar debielen met een Kalashnikov, hoe zeg je het? Kalashnikov, maar het is AK-47 natuurlijk. En die komen er binnen en die gaan daar een beetje rond zo doorlopen schieten. En je ziet daar even je vrouw doodgaan of je kinderen en zo. Ik zou denk ik helemaal gek worden in ieder geval. En ja, ik denk dat we op een gegeven moment moeten we gewoon een punt zeggen van, weet je, tot hier en niet verder. En als voorbeeld geef ik nu eventjes de mensen die het land binnenkomen, hè, die wij hulp bieden natuurlijk, eigenlijk om uit hun land te gaan en zeg maar hier, ja, de vluchtelingen natuurlijk. Wat heel goed is natuurlijk. Want aan de ene kant is het heel goed dat je mensen helpt, vluchtelingen zo. Aan de andere kant, er zijn heel veel mensen die komen in dit land en dan denk ik van ja, wat doe je hier? Hè? Kijk, ik begrijp natuurlijk dat mensen geholpen moeten worden, zo met bijvoorbeeld kinderen, vrouwkinderen, familie, gewoon een hele familie, snap je? Die vind ik gewoon, dat is gewoon heel erg fijn als hun geholpen worden. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die denken van bij mezelf, ja, wat doe je hier eigenlijk? Hè? Wat is de reden achter? En of het allemaal goed gecontroleerd wordt waarom ze het land binnengaan. Daar zet ik wel eens mijn twijfels achter. Hè? Kijk, want iedereen denkt van ja, dat gebeurt nooit in Nederland. Weet je? Dat gaat nooit gebeuren. Nou ja, je hebt gezien, in Madrid is het gebeurd. Hè, Spanje. In Frankrijk is het nu al een paar keer eigenlijk gebeurd. In België zijn ook wat onregelmatigheden, geloof ik, een keertje geweest. En waarom niet in Nederland natuurlijk? Hè? We hebben gewoon steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, waarbij gewoon, als daar bijvoorbeeld een terroristische aanslag wordt gepleegd, zeg maar wat, het afgaan van een bom of zo, kunnen er gewoon heel veel doden vallen. En af en toe denk ik bij mezelf, ja, we zijn een tolerant land. Maar het moet niet te tolerant zijn. En ik zou zeggen, in ieder geval, laat die grens in ieder geval lekker gewoon voorlopig lekker even gewoon dicht zijn. Of tenminste, in ieder geval, dat er gecontroleerd wordt aan de grens en zo. Want het is toch allemaal een beetje onzeker hoeveel mensen het land binnenkomen. Hoe ze het land binnenkomen, met wat ze het land binnenkomen. Hè. Zoals iedereen weet, we hebben natuurlijk open grenzen. Hè, het verdrag van Schengen. En ik zal heel kort uitleggen wat het verdrag van Schengen is. Het verdrag van Schengen is gewoon Europa, zeg maar, dat van een land naar de andere kant in kunnen gaan zonder gecontroleerd te worden. Dat is het verdrag van Schengen, of ongeveer. Ik zal niet te diep op ingaan, maar zo kan je het ongeveer zien. Maar in ieder geval, als in Griekenland heeft problemen met geld. Griekenland zegt van, weet je wat, wij controleren niet meer aan de grens met Azië en Afrika. Wij laten gewoon, met de landen die buiten Europa vallen, wij laten gewoon mensen binnenkomen. Het maakt allemaal niet uit. En dan hebben wij het probleem van. Dat is ook een helemaal vanuit Griekenland. In theorie kunnen ze helemaal hier naartoe rijden zonder gecontroleerd te worden. En ja, ik weet niet. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk mijn mening.
Ik zal nog even op ingaan trouwens op Twitch die ik vanmorgen heb gedaan. Allereerst natuurlijk, het is natuurlijk tijd om echt wat tegen terreur te doen. Anders is een volgende aanslag zomaar in Nederland. Dat heb ik natuurlijk net uitgelegd. Want ja, dat zijn natuurlijk dingen, mensen denken dat het heel ver weg is. Maar het komt heel langzamerhand toch wel echt nu heel snel dichterbij, zou ik zo zeggen. En dit is wel een hele pittige tweet, denk ik, van mij. In deze tijden is het soms moeilijk om respect te hebben voor sommige van ons medemens. Belachelijk. Hashtag Paris Attacks. Daar bedoel ik eigenlijk mee. Is inderdaad van, ja, bepaalde religies komen natuurlijk heel erg onder druk te zijn staan door een paar randebielen. Die het eigenlijk verklooien voor de rest van een geloof. En blijft er gewoon het feit dat mensen dingen gaan doen voor hun geloof en denken van hey, dat moet van God of van Allah of van weet ik veel wie waar je in gelooft. Want dat boeit me echt helemaal niets waar je in gelooft. Hè? Al geloof je in buitenaardse wezens. Dan maakt het ook helemaal niet uit, weet je. Iedereen moet lekker geloven in waar hij wil. En dat wordt wel eens vergeten. En zeker is het niet het geval natuurlijk dat zomaar mensen vermoord kunnen worden voor hun geloof in naam van die en die. En ik denk dat de meeste mensen die katholiek zijn of protestants of christelijk of islam zijn of in de islam geloven, dat die met me eens zijn natuurlijk. En laat ook je mening achter bij de comments wat jij ervan vindt van het hele verhaal en wat jij vindt wat er eventueel zou moeten gebeuren. Ik zal het heel kort uitleggen. Ik vind gewoon in ieder geval, ga er met z'n allen naartoe, meteen het land invallen, meteen die groepering uit hun grotten weghalen en meteen, ja, of afschieten of in ieder geval in een heel, heel, heel donker hokje wegstoppen. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye.